kunt natuurlijk naar Ibiza, Frankrijk of Italië gaan. Maar als je echt avontuur zoekt, dan ga je naar een land waar je überhaupt nog niet van wist dat het bestond. Kyrgyzstan. Ze spreken er geen Engels, zien zelden een toerist en het lijkt alsof je 100 jaar terug in de tijd gaat. Dit is de bizarste reis die we ooit maakten. Dit is Nomads. Zo, na 5 dagen door de berg te hebben gesjouwd, vonden we dat het tijd werd om onszelf even lekker te verwennen. Dus we gaan luxe uiteten. Nadat het ons was gelukt om met heel veel moeite 80 euro uit te geven voor een 5 gangen diner voor 6 personen, bleek het restaurant opeens omgetoverd te worden tot discotheek. Yeah! En wij waren de enige aanwezigen, dus de uitgelezen kans om even de show te stelen. Een goede bodem en een paar wodkaatjes verder was het tijd om het uitgaansleven van Karakol even uit te spelen. En in Kyrgyzije betekent dat karaoke zingen. Yeah! No. Wat een engelengezang. Vooral het broekzakconcert van Mauwke is een heuse tranentrekker. Ja, dames en heren, mag ik graag horen. Talking away. I don't know. Hij kan zich aan die hoge noten niet raken, gast. Kyrgyzstan doen zo'n ochtendgymnastiek. We zijn onderweg naar de Nomad Games met Max. Die maat, onze Kyrgyzstaanse maat. Zo het Olympische Spelen, maar dan echt ouderwets. Ze schieten daar met pijlen bovenop van paarden af. Ze schoppen tegen schapen aan. We are all nomads. Our life is like the flight of an arrow. Throughout centuries and across continents, we have carried our culture, traditions, and games. Feel the legacy of our ancestors and experience the spirit of freedom. World Nomad Games. The Kyrgyz Republic. Nou, dus dat wordt helemaal cool. Hij had te weinig plek in zijn auto, dus we gaan nu met z'n vieren liften. We rijden hier echt als een loodje, jongen. Die ben je dan onder andere met handen en voeten. Nee, spieren. Zetide. Tot de kut. Nee, wat heb je? Eerst niet. Hey, moet er niet een paar pilsjes halen? Mattie, tot hoever hebben we afgedongen? Tot 1000. En hoeveel gaan we hem geven? 1200. Allerleukste is inderdaad af te dingen en dan heel veel fooi te geven. We zijn onderweg naar de Spelen, naar de Games. En er is hier een tweebaansweg. En er is nu een soort vierbaansweg van gemaakt. Je moet het laten zien. Iedereen wil alle kanten op, dat zit helemaal vast. Party! Wanna go that fast? Party! We hebben net geparkeerd en we komen hier naar ons toe. Blijkbaar mogen we hier niet staan. Maar in plaats van ergens anders naartoe te gaan, haalt Max zijn kenteken eraf. De Kyrgyz Way. Even kijken of dit ook zo'n mooi tweeluik is. Yes. Na een lekkere geroosterde geit achter de kiezer te hebben, brengt Max ons naar het Olympisch dorp. En dat is een apart gezicht. Honderden yurts, een soort van traditionele tenten van dierenhuiden, vormen één mega grote afvalchinees. Ja, dat is winnen. We staan hier de keuken. Daar kan ik lekker tegen, als ik het tegenzet. Kom eens even mee. Professionele keuken. Even hier kijken. Hallo. Kitchen. Hier is de koek.
Je bent er, hè? Dan gaat ditje. Ja, ja, we komen even kijken, is goed. Je bent er. We zijn hier een soort van Olympisch dorp. Er staan hier duizenden van de Utah's. En we gaan even lunchen hier bij een paar vrienden van onze host Maxi. En Joep en Mauvi hebben zojuist echt een topdeal gesloten. Ze zien eruit als twee koningen. Kijk, daar zit hij al aan het hoek van de tafel. Ja, dat is wel vet, want we liepen hier een beetje voorbij. En toen kwam er zo'n oude Kyrgyzstaan, die kan zijn tent uit stiefelen. Deze fucking vette jas, ja, die moest ik natuurlijk hebben. Ja, loopt voorbij als een motherfucking dik bol gespeende, blauwgehaarde, rond zwabberende, stiefelende koning. Ja. Echt tandbeest, jongen. Lijp op praten. Hij is best rustig, hè? Ja, sowieso. Gast, voel me echt opperhoofd, gast. Ik heb vet gehad. Can I give him some food? No. Max, say that we're from Dutch television. Say that we're from Dutch television. In een zeecontainer. Ja, is mooi, man. We mogen niet dronen. Heb je het drone wel? Ja, we hebben hem wel, maar we mogen hem niet mee naar binnen nemen. Dus Max gaat nu een auto leggen. Drone, it's not accreditation. Die hoed die bent, is mooi, hoor. Wat, wil je een foto maken als je wijnt? Ja, er zijn hier een paar van die Dixies en dan denk je... Ja, denk je, ja, eindelijk een keer lekker luxe op een wc'tje zitten. In plaats van zo'n gat in de vloer, weet je wel, waar je zo moet hurken en schijten. Ja, die mensen die snappen dus niet dat je op een wc-bril moet zitten in plaats van met je voeten op een wc-bril staan en dan zo gaan zitten schijten. Dus heel die achterkant fictie zit echt helemaal onder strot. Waar ga je heen? Hier kan mee heen. Best een groot, hè? Yeah, it's Nomad Games. Guys came from the China. It's with the camels. Here, Silk Road. Yeah, yeah. They walk with the camels over here. Yeah. Boss. Chef, we gaan foto. Hij is fucking lijp. Ik ben bang dat hij mijn kop pikt. Te groot tussen. Nieuwe vriendin, Annelie. Die deed niet zo. Hey, zit je lekker zoenlippen zonder. Nee, dat vind ik echt cool. Nee. Weer. Kijk eens in de kontje, Kiwi. Is dat zo? Ik voel me wel fijn tussen deze twee botte speerwerpers. We liepen net voorbij en toen werden we weer gevraagd dat even voor de Kazachstaanse televisie een interviewtje wilde doen. Dus dat gaat Mauvi nou doen met Maxi. En de koemoes. Kom ons aan. We hebben lekker tegenzuipen met de Chinezen. We zijn hier in Choppanatta en hier zijn de World Nomad Games. En het bizarre is, het is allemaal best wel vervallen. Er staat hier een joekel van het stadion. We gaan nu naar het spel heet Blue Wolf. Ik ben de Kyrgyzse naam even kwijt. Maar dan gaan ze op paarden, een soort polo doen, maar dan met een schapenkarkas. Kijk, deze man die heeft het vroeger ook gespeeld. En we waren hier gisteren al. Salam, salam. Alleen toen ging de wedstrijd niet door, omdat het heel team Turkije niet was gearriveerd. Ja, dus ook dat is Kyrgyzstan. Maar als het goed is gaan ze nu wel spelen, dus we gaan even kijken hoe ze een paar schapen in een soort put gooien. Moet goed worden, hè? Garisho! 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 Osama? Obama! Obama. En ze zijn met een andere kleur zand de middenstep even aan het leggen. En als je iets naar rechts gaat, zie je door je schapen liggen. Hey! 4, 3, 2, 1. En dan begint eindelijk de wedstrijd Blue Wolf, oftewel Kok Buru.
Wat een spektakel. En lucky for you, we hebben de officiële staatstelevisiebeelden gevonden van de wedstrijd die wij bezochten. Een heerlijke uitsmijter voor de aflevering van deze week, want wat een mannensport is dit. Rugby, ha, dat is voor poesjes vergeleken met deze helden. Kyrgyzstan speelt in het rood en Kazachstan in het blauw. Kyrgyzstan heeft ruim gewonnen en dat gunnen we ons gastland van harte. Heerlijk om ons Kyrgyzstaanse avontuur hiermee af te sluiten. Volgende week, helaas, alweer de laatste aflevering van deze serie, waarin we gaan koekeloeren wat er in Kazachstan allemaal te beleven is. Maar tot die tijd, zorg dat je ons volgt op Instagram, want daar is altijd iets te beleven. We krijgen nog steeds te horen dat we te weinig volgers hebben, dus zorg dat wij beide even bam door die 1000 heen gaan. Laat hier in de comments even weten of je ons bent gaan volgen en dan verloten we onder alle trouwe volgers een echte Kyrgyzstaanse kalpak. Ja, wie wil dit nou niet? Tot volgende week, Rahmat ofwel, houdoe.